Ik ben Vincent de Schuren. Wacht even hoor. Ik ben Vincent de Schuren. Ik ben 40 jaar. En ik heb een oogziekte en daardoor Paralympisch wielrenner. Ik ben Timo Fransen en ik ben piloot van Vincent de Schuren. Nou, we gaan het werelduurrecord proberen te verbreken. En dat is speciaal omdat het al heel lang niet meer is gedaan. Dus het is een record van iets van 30 jaar geleden, denk ik. En we doen het eigenlijk dit jaar omdat we geen wedstrijd hebben gehad. Dus in verband met de corona hebben we een heel jaar stilgelegen. En hebben we ervoor gekozen om een eigen doel te stellen in de vorm van dit. Dus we hebben nu inmiddels een half jaar hier naartoe geleefd. En het record staat nu op bijna 50 km per uur. Dus we moeten over de 50. Sporten is belangrijk voor mij omdat ik dan leef in mogelijkheden. Dus ik leef naar mijn kwaliteit eigenlijk in plaats van dat ik kijk naar mijn beperking. En dat is een enorme meerwaarde. Ja, gek genoeg vergeet ik mijn beperking eigenlijk door het sporten. Dus het wordt gewoon gewist. Ik merk als ik bijvoorbeeld reis met openbaar vervoer of ik begeef me in een drukke stad of zo, dan ben ik me heel goed bewust van dat ik beperkt ben en dat ik slecht zie. Maar op een fiets, dan voel ik alleen maar mijn kwaliteit en mijn mogelijkheden. En het spreekt me aan op mijn competenties en mijn kwaliteiten. En het haalt het beste in me naar boven eigenlijk. In de jaren dat ik hem ken, is hij slechter gaan zien. Of zijn koker is smaller geworden, maar hij kan er meer mee. Dus hij heeft optimaal leren leven, denk ik, met zijn beperking. We zijn een keer wereldkampioen geweest, vaak op podium gestaan. En natuurlijk 2 keer zilver en 1 keer goud in Rio. Dat was echt de kroon op onze carrière. En het doel nu is goud in Tokio. Ja, wij sponsoren Vincent en Timo omdat wij heel graag op deze manier willen laten zien dat mensen met een beperking ook in staat zijn om topprestaties te leveren. Dat komt niet op NOS Sport, maar uiteindelijk is het wel een topprestatie. Deze jongens hebben goud gehaald in Rio. En we willen dus hiermee ook anderen stimuleren. Mensen met een visuele beperking, mensen met een beperking stimuleren om alles te halen uit hun leven wat erin zit. We zijn heel erg blij met Bartimeus Fonds. Onze sport is een materiaalsport. Daar gaat zoveel financiën in zitten. Dat lijkt haast wel op de Formule 1. Het wordt steeds duurder, steeds gekker, steeds meer ontwikkeling. Dus ja, dat kunnen we niet met onze eigen portemonnee bekostigen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ze zijn voor ons. Want je gaat zo'n gevecht aan met jezelf. Ja. Dat laatste blok is ook niet meer echt fysiek. Dat is echt puur mentaal. De pijn die je kan verdragen, die is hier misschien nog wel het grootst van alle wedstrijden die we tot nu toe gereden hebben. Het feit dat we een uur lang bijna 54 in het uur kunnen rijden gemiddeld, is denk ik ook met het oog op Tokio, denk ik, een hele mooie bevestiging vandaag. Ja.